de aftrap. Spel is onderweg. Ga er maar eens goed voor zitten voor wat 90 minuten topvoetbal moet worden. Real Madrid gaat in deze opstelling van start. Ze gaan van start in een offensieve 3-4-3 formatie. Zico. Müller. Dat was een denderend schot, maar de keeper zet alles op alles om de bal te houden. Kijken wat ze met die corner kunnen. Zo in de handen van de keeper. Terug naar de keeper en het publiek begint te fluiten. Paquetti. Resor. Zico. Hij knikt hem. Dat is een goal. Hij knikt hem er goed in, hoor. Ja, goede kopbal inderdaad. Ja, deze speler heeft echt een geweldige koptechniek. De eerste ligt erin vandaag. Müller. Laat je licht eens schijnen op deze speler, Juri. Deze jongen geeft altijd alles. Aanvallend, maar ook verdedigend, zodat de tegenpartij moeilijk kan opbouwen. Tja. Mooi onderschept en het gevaar is weer even geweken. Ze verspelen de bal. De tegenstander is ermee weg. Ja, en nu? Met zijn gebaren geeft hij al aan wat hij zelf van het schot vond. Tja. De bal is voor Real Madrid. De verdediging lijkt helemaal nergens op. Ik was iets te vroeg met mijn commentaar, want hij herstelt zich goed. Real Madrid is in 1902 opgericht en heeft sindsdien altijd in het wit gespeeld. Ze zijn in 1920 koninklijk gemaakt door de Spaanse vorst Alfonso de 13e, die dol was op voetbal. Kijk, dat is nou eens goed om te weten. En nu doorgaan. Het schot smoort ergens in de verdediging. Hazard. Müller. Schiet! De bal wordt tegengehouden voor het doel. Die bal gaat uit en we krijgen een hoekschop. Gerrit Beel. Hazard. Wordt dit een doelpunt? Gered, maar de bal komt terug. De keeper heeft de bal vast. Müller. Die bal gaat het strafschopgebied in. Krijgen we een doelpunt? Oh! Hij is duidelijk niet tevreden over dat schot. Ze toonden veel geduld, maar het balbezit is nu toch voor de tegenpartij.
Dit is Cristiano Ronaldo. Die bal gaat achter, dat wordt een corner. En deze goal zorgde voor de voorsprong. De doelman reageert goed op die hoekschop. Hij zoekt naar ondersteuning. Nee, die voorzet komt niet aan. Ze zijn de bal kwijt. Zico. Ja, en nu? Nou, daar komen ze goed weg. Hoor. Normaal maakt hij zo'n bal heel makkelijk. Ja, dat is echt mazzel. Maar ja, zo'n bal moet natuurlijk door het net heen. Hè? Sergio Ramos. Ibrahimovic. Oh, de keeper houdt hem. Hij heeft hem zelfs klem. Cristiano Ronaldo heeft de bal. Probleemloos rondgespeeld. Tja. Oh, knalhard schot. Zou dit het record hoog over zijn? Kroos. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog? Ja, en nu? Doelpunt! Real Madrid! Ja hoor, we staan weer gelijk. Tja. Torres. Ik durf te wedden dat het erom gaat spannen hier vandaag. Real Madrid gaat er natuurlijk vol in. Maar ze zullen op een muur van tegenstander. Dat ziet er goed uit. Over de achterlijn, dat wordt een hoekschop. Krijgt zijn vuist er nog tussen. Gaat op het doel af. En de keeper heeft hem klem vast. Cantona. Die aanval loopt dood. Vrije trap. Thiago Silva. Modric. Nou, het is van belang. Overtreding tegen Real Madrid. Hij krijgt een gele kaart voor die overtreding. Kroos. Huller. En de bal gaat weer terug. Torres. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Tja. Die bal gaat rechtstreeks richting strafschopgebied. Ibrahimovic. De bal ligt voor het oprapen. Ze zijn hem kwijt. Zico. Ja! Die gaat richting de korte vlag. De trainer haalt hem naar de kant en laten wij nog eens naar zijn doelpunt kijken. De speler krijgt de bal in de 16 afgespeeld en plaatst hem in de rechterhoek. Thiago Silva.
verdedigd. Gerrit Bale. Hij heeft volop afspeelmogelijkheden. Schiet! De bal wordt goed. Muller! Rodriguez. Zico. En het schot. Raak, hij zit. Deze wedstrijd verloopt minder stroef dan ik had verwacht. Ze trakteren ons op veel kansen en houden de tegenstanders toch aardig in bedwang, hoor. Ik had niet gedacht dat deze wedstrijd zoveel kansen zou opleveren. Terecht dat ze beloond worden voor hun goede spel. Snel gespeeld en prima in de hoek geplaatst. Tja. Zico. Müller. Tja, een voorzet in de 16. Wie kan het afmaken? Modric. Lewandowski. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Ja, ook die bal komt keurig bij een medespeler aan. En zo gaat het al de hele wedstrijd. Antuna. Zico. Tresor. Tikt hem door met een hakje. Hij krijgt hem op de slot. Het schot wordt geblokkeerd. De scheidsrechter. De tweede helft is alweer begonnen hier in het prachtige Santiago Bernabeu. Doorgepast. Dit wordt menens. Met zijn gebaren geeft hij al aan wat hij zelf van het schot vond. Rodriguez. Gerrit Bale. Zico. En zo raken ze de bal weer kwijt op het middenveld. Antuna. Daar is de voorzet. Ze vechten om de bal. Een juweeltje dit schot. Die bal is natuurlijk voor de doelman. Speelt hem terug. Mooi gedaan. Ja, en daar zijn ze de bal kwijt. Zag er niet al te best uit daar. Hazard. Tja. Torres. Deze speler verdient lof voor zijn spel in de eerste helft, Jury. Ja, heel goed, Evert. Hè. Het is een fantastische speler. Ja, en natuurlijk door die late goal van hem ziet de wedstrijd er nu totaal anders uit. Ja, wat een klap voor de tegenstanders. Ja, en nu?
Hij heeft al laten zien dat hij het kan hoor, scoren, maar deze gaat er niet in. Het is wachten op meer kans, Evert. Cantona. Vuller. Hij is er bijna. Hij gaat er niet in, slecht afgewerkt man. Ja, slecht afgemaakt, maar ja, die bal die was wel geweldig hoor. Ja, en nu Gerrit Bill. Het is een doelpunt, ze gaan weer gelijk op. Toch nog een tegendoelpunt. Ze hebben amper balbezit gehad, maar toch scoren ze. Qua efficiëntie zijn ze stukken beter even. En het is wederom gelijk. Wat een wedstrijd. Cantona zoekt de medespeler. De bal is voor Real Madrid. Lewandowski. Hazard. Conti. De bal ligt voor het oprapen, ze zijn hem kwijt. Cristiano Ronaldo maakt zich wellicht al op voor een schot. Hazard. Hij erovert de bal met zijn tackle. Tja. Cantona. Wie kan er iets met die voorzet? Wie kan erbij? Nee, die voorzet is niet goed. Wordt weggewerkt door de tegenstander. Gerrit Bale. Lewandowski. De doelman is goed bij de les en kan de bal makkelijk pakken. Geen probleem voor de keeper. Geweldige redding en het blijft gelijk hierdoor. Die bal geven ze toch wel heel makkelijk weg, zeg. Tja. Torres. Conti. Kroos. Lewandowski. Torres. Tja. Lekker combinatiespel. De bal wordt rondgespeeld. Ze kijken naar een gaatje in de verdediging. Lewandowski. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Dit is het moment. En een schot. Nee, die bal komt recht in de handen van de keeper. Voorzet is voor de keeper. Hij zag de bal al aankomen. Het zag er even heel gevaarlijk uit, maar ja, de keeper redt die bal. Kan wat worden. Hij brengt de bal terug in de ploeg met die tackle. Prima gedaan. Tresor. Torres. Modric. Ze toonden veel geduld, maar het balbezit is nu toch voor de tegenpartij. Conti.
Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Nu doen. En de voorzet in handen van de keeper. Zomaar het balbezit weggegeven. Het lijkt wel amateurvoetbal. Oh! Lewandowski. Terugspeelbal, dat vindt het publiek niet echt leuk. Conti. Torres. Bal, retour, afzender. Cantona. Hij neemt hem. De keeper roept, ja! Met het hoofd, maar de doelman zit er goed bij en voorkomt een doelpunt. Bal is over de lijn ingooi. Aanval wordt gesmoord. Hazard. De bal gaat weer over de zijlijn en het spel ligt dus weer even stil. Torres kopt hem handig door. Tresor. En het wachten is op Real Madrid dat gaat ingooien. Cristiano Ronaldo. Voor het doel. Thiago Silva. Nee hoor, dit is geen doelpunt en dus ook geen voorsprong. De stand blijft nog even gelijk. En we hebben hier nog maar 5 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Ja, en nu? Hazard! De tijd dringt. Real Madrid moet proberen uit deze hoekschop te scoren. Een overzicht van de hoekschop. Krijgt zijn vuist er nog tussen. Kan Real Madrid iets met deze inworp? Conti. Schitterend paasje. Ja, en nu? Conti! De tijd zit er bijna op en de eindstand ziet er nu heel anders uit. Blijft het ook zo, vraag ik me af. En met dit doelpunt wordt het allemaal heel anders. Ik denk dat hij met deze goal de wedstrijd heeft bepaald. Was dit nou de beslissing, Juri? Ja, ik denk dat ze zo ontsnappen aan een verlenging, Evert. Of zelfs wel strafschoppen. Ja, oh, 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 die had gewoon moeten zitten. Hij wilde hem zo graag maken. Misschien iets te graag. Tja. Goeie tackle, hij heeft de bal te pakken. Dat bleef het gevaar op zo'n schot. Wat zal hij balen. Ja, hij gaat richting goal van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. De wedstrijd zit erop en de stand is 3-2. Helaas.